SOA's. Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn infecties die door seksueel contact worden overgedragen. Gonoree en syfilis, maar ook chlamydia infecties, genitale wratten en HIV infecties. In de huisartsenpraktijk zijn genitale wratten de meest gediagnosticeerde SOA. Gevolgd door chlamydia, herpes en chonoreu. Bij de GGD voeren Glamidia en Chronoreu de ranglijst aan. In dit artikel bespreken we de epidemiologie, symptomatologie, diagnostiek en preventie van de meest voorkomende SOA's in Nederland. Het doel is om de alertheid op SOA's te bevorderen. Vooral de alertheid op de extragenitale manifestaties. En hoe doe je een seksuele anamnese zo dat patiënt en arts zich daarbij op hun gemak voelen? Daarover geven we wat tips. Bijvoorbeeld: Bij welke SOAS is contactopsporing zinvol? Waar kunnen patiënten zich anoniem laten testen? Zijn zelftesten via de drogist betrouwbaar? Blijf bijleren met het NTVG-leerartikel op www.ntvg.nl. SOA. Haal je nascholingspunten met de voor alle big specialismen geschikte toets, inclusief sociale geneeskunde en physician assistance. Het artikel is nu ook online te beluisteren. Ga snel naar www.ntvg.nl/slash SOA.